hele bizarre gewaarwording zijn geweest. Dat je zomaar als het ware je eigen fantasiewereld instapt. Op zich is Ierland sowieso al een heel mooi land. Prachtige landschappen, mooie cultuur, hele oude historie wat je overal tegenkomt. En wij hebben het dan speciaal gedaan natuurlijk aan de hand van Martin Toonder. En dat komt omdat Martin Toonder zelf in Ierland woonde. Hij heeft daar een paar decennia gewoond en gewerkt. En hij was enorm, een enorm grote liefhebber van het land. Hij hield enorm van de natuur van Ierland, van de landschappen, van de bergen, de heuvels. De oude bomen die overal staan, de meren, de mooie kust. En hij vond het zo'n mooi land. Toen hij er voor het eerst kwam, toen had hij meteen zoiets van, nou, dit is eigenlijk het land dat ik altijd getekend heb. Het was eigenlijk als het ware zeg maar, het land wat in zijn fantasiewereld een belangrijke rol speelde en waarin Bommel en Tom Poes figureerden. Dat kwam hij daar zomaar in werkelijkheid tegen. Dat moet natuurlijk een hele bizarre gewaarwording zijn geweest. Dat je zomaar als het ware je eigen fantasiewereld instapt. Maar hij was zo onder de indruk dat hij dacht van nou, ik wil daar wel wonen. En dat is hij daadwerkelijk gaan doen. En tijdens deze reis reizen we dus door dat land en bezoeken we vooral die plekken waar Martin Toonder graag kwam en die hij zo mooi vond. Het is een busreis. We gaan natuurlijk eerst met het vliegtuig naar Dublin. Maar vanaf daar bezoeken we Greystones, de plek waar Martin Toonder woonde en werkte. Dan gaan we naar de Wicklow Mountains, waar bijvoorbeeld het plaatsje Glendalough ligt. Een oude middeleeuwse voormalige kloosterruïne. Met een mooie begraafplaats eromheen, waar je echt die Ierse geschiedenis mooi kan zien. En dan vervolgens gaan we naar het westen, naar Connemara. Waar we echt door het prachtige landschap, de woeste bergen reizen. Waar we ook Ashford Castle bezoeken. Dat is een heel luxe kasteelhotel waar Martin Toonder heel graag kwam. In de buurt van Connemara ligt ook het meer Doe, wat voor Toonder een belangrijk meer was, een mysterieus meer. Nou, dan vervolgens gaan we naar het zuidwesten, naar Kerry, de omgeving van Killarney, waar Toonder ook heel graag kwam, waar we ook weer een mooie rondrit maken. Daar bezoeken we bijvoorbeeld de tuinen van Moorcross House, waar hij heel graag kwam. Je hebt bijvoorbeeld ook de Kenmare Stone Circle en Steen Circle. Dat soort elementen zijn natuurlijk ook heel belangrijk voor de reis. De prehistorische megalithische bouwwerken, daar gaan we er ook in ieder geval een paar van zien.